beste mensen en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video gaan we kijken naar de symboliek en het archetype van stier in de astrologie. In de astrologie gebruiken we de symboliek van de dierenriem om alle elementen van het mens zijn, onze menselijke ervaring en onze ontwikkeling te begrijpen. Nou, de dierenriem die bestaat uit 12 archetypen en in deze serie gaan we ze allemaal bespreken. Het archetype van stier. Het symbool voor de stier is de stier. Als we kijken naar het symbooltje gebruikt in de astrologiechart, dan zien we ook een rondje met twee horentjes erop. De stier. De heerser, de planeet die hoort bij dit teken, is Venus. En naast dat stier een aardeteken is en dus ook heel erg geaard is, is het een vast teken in de modaliteit in de astrologie. Dat betekent dat het eigenlijk in het midden van het lenteseizoen is, op het hoogste punt, en daar dus goed vaststaat in het seizoen. Echt in de symboliek van het seizoen lente staat. Nou, dat klopt ook wel, want als we kijken naar de archetype van stier, denk je dan eens even in. Een prachtige lentedag, zonder wind, misschien een klein briesje, een mooie wei vol met groen gras en in het midden staat daar een stier. En die stier, die staat daar heerlijk het gras te herkauwen en van elk hapje te genieten terwijl het zonnetje erop staat. En niemand zal de stier van die plek afhalen of laten schrikken. Het staat helemaal in het moment. En dat is dan ook wel wat Venus een beetje laat zien. Echt genieten van het moois in deze fysieke wereld. Echt genieten van alles wat onze zintuigen kunnen aanraken en ervaren. Dat waardevol vinden. Nou, en als we dan ook kijken naar de dierenriem en het wiel, dan zien we dat stier ook het tweede teken is. Hè, waar ram echt ging over, oh, wie ben ik in deze wereld, in deze incarnatie, gaat stier eigenlijk over, oké, welke wereld begeef ik mij eigenlijk in? Wat is dit? Dit is een stoffelijke wereld. En wat heeft deze stoffelijke wereld mij eigenlijk allemaal te bieden? En hoe kan ik daar van genieten en gebruik van maken? Stier wordt dan ook wel in verband gebracht met onderwerpen waar het tweede huis voor staat. Wat veel meer gaat over ja, ons aardse bestaan, ons inkomen, dat wat we waardevol vinden. Waarde kan zich vertalen in geld en voorwerpen en dingen die we vergaren, maar ook in eigen waarde bijvoorbeeld. Venus is het vrouwelijke principe en daar heb ik het niet per se over gender, maar ik heb het veel meer over de energie, dus de yin-energie. Stier houdt van mooie dingen, lekker eten, genieten van de dingen, take it slow. Stabiliteit, sensualiteit en geaardheid zijn toch wel sleutelwoorden als we het hebben over stier. Op een goede dag is stier heel erg aanwezig in het heden. Is het relaxed en stabiel. Stier op een iets minder goede dag kan juist veel te koppig zijn en niet willen verplaatsen. Dat is ook dat vaste, hè? Gewoon niet mee willen bewegen. Stier vindt het soms moeilijk om met verandering om te gaan. Op het moment dat jij geboren bent tussen 20 april en 20 mei, is de zon in dat seizoen en zul je een stier zijn als horoscoopteken, als sterrenbeeld. Maar misschien herken je jezelf minder goed in stier of is het bij jou net even anders dan bij alle andere mensen die in het stierseizoen zijn geboren. Wat heel normaal en logisch is, want je moet natuurlijk ook kijken naar je ascendant en je maanteken. Waar staat Venus, Mars, Mercurius, want al die planeten samen maken een unieke mix. Je kunt jezelf herkennen in het archetype van stier op het moment dat je bijvoorbeeld heel veel planeten in het tweede huis hebt staan. Of als je planeten in heel close aspect met Venus hebt staan. Of als je zon, maan of als het dan dus een stier staat. Tekens die goed samengaan met stier zijn bijvoorbeeld maagd of steenbok. Allebei aardetekens die toch die elementen begrijpen elkaar als het ware. Maar misschien ook kreeft of vissen die toch wel baat hebben bij de meer stabiele geaarde energie van stier. Tekens die misschien meer schuren met stier is bijvoorbeeld schorpioen. Die juist complexiteit en verandering belangrijk vindt. En misschien ook wel een beetje leeuw en waterman die het ook heel erg op hun eigen manier willen doen. En dat is ook iets wat stier zelf wil. Wil je nou echt weten hoe het archetype van stier misschien vertegenwoordigd wordt voor jou of misschien voor jou en een relatie of iemand anders, dan zul je toch echt in je eigen geboorteprofiel of radix moeten kijken om in de details te begrijpen wie wat waar uitspeelt.
Hè, om je een voorbeeld te geven. Als je bijvoorbeeld een maan in stier hebt, maar je voelt dat niet zo, of het is moeilijk voor jou om te herkennen, kan het zomaar zijn dat jouw maan conjunct Saturnus staat. Wat een totaal andere smaak geeft aan de maan in stierbeleving. Mocht je nou meer willen weten, dan kun je altijd een kijkje nemen op mijn website. Bedankt voor het kijken en vergeet vooral niet mijn andere video's te bekijken over alle andere archetypes, symboliek en sterrenbeelden in de astrologie.